Ondanks de eerste nederlaag van het seizoen heeft Willem Wijs nou niet bepaald rigoureus ingegrepen bij FC Eindhoven. Slechts één wijziging doorgevoerd. Wel in de basis gewoon weer deze. Limouri knikt net naast de goal van Roy Steur. De doelman die zijn eerste minuten maakt dit seizoen. Jong PSV met een zeer uitgekleed elftal door de Champions League verplichtingen van PSV 1. Youth League verplichtingen van heel veel jeugdspelers. Dus wat spelers die wat minder vaak de kans krijgen in het veld. Dit is Rottier. Weer goed uit de goal gekomen door Roy Steur. 20 minuutjes dan al onderweg. Een zeer nat veld. Het heeft ook absoluut invloed op het spel. Het is wat glibberen en glijden. Hier kan Rottier weer vandoor. Eindhoven, de baas in het eerste half uur. Rottier doet hij het helemaal zelf. Het is wel zijn intentie. Hij moet ook wel, want hij is alleen. Nou, nu eindelijk is er iemand om hem te assisteren. Maar dat komt wat aan de late kant. Wel een hoekschop nog voor Eindhoven. 17 punten, zevende op de ranglijst. Maar ze komen wel op voorsprong. Eerste goal uit zijn betaald voetbalcarrière voor Farouk Limouri. Op het begin van de wedstrijd net niet zuiver genoeg. Nu wel. En zo Eindhoven, en dat is dik verdiend, op voorsprong. Rottier. Midden wacht Dalhaus om er een tweede van te maken voor Eindhoven. Dalhaus, goed gepakt weer door Steur. En zo slechts een voorsprong van 1 voor Eindhoven tegen Jong PSV. Dat rustig naar deze wedstrijd komt toeleven. Want vanwege de vele regenval werd de wedstrijd van afgelopen vrijdag afgelast tegen Jong Utrecht. Voorzet richting Uneke. Die knikt heel knap raak. En ook voor hem is het zijn eerste profdoelpunt. De zoon van Peter Uneke was een verdediger. Jesper Uneke is spits en kan goed koppen, bewijst hij hier. En zo de gelijkmaker. Blijft regenen. En ook kansen regenen in de tweede helft. Dat kan ik alvast beloven. Rottier. Kort na rust chipt hij hem heel slim richting de tweede paal. Steur half. De herkansing is niet aan Limouri besteed. Nou, als je er één maakt, kun je er ook twee maken natuurlijk. Maar dat lukt de verdediger van Eindhoven niet in deze situatie. Van de laatste 15 ontmoetingen tussen Jong PSV en Eindhoven won Eindhoven er slechts eentje. Zeer opmerkelijke statistiek. Voorzet, daar komt Uneke. Dit is echt knap gedaan. Want als je er eentje maakt, kun je er ook twee maken. En dat doet hij op zeer artistieke wijze. Als die voorzet wordt aangeraakt, de voorzet van Uppegaard, dan moet hij heel snel reageren, Jesper Uneke. Heel hoog met het been, een beetje een karate trap. Beter gezegd, een karate zachte aanraking. Heel gevoelig. En zo draait Jong PSV de achterstand om in een 2-1 voorsprong. Rottier. Kutsu houdt er nog binnen. En dan is daar de kopkans. En die pakt Steur weer prachtig. Limouri. Ja, Uneke maakt er 2. Hij had er zeker 2 kunnen maken. Maar wat doet die doelman dit bekwaam? Het is de avond van Uneke. Gezien de goals. Maar ook zeker de avond van Steur. Hier is hij weer. En weer pakt hij hem. Roy Steur. Nu een andere verdediger die hem er niet in krijgt. Rego. Uneke, daar is hij weer. Ja hoor. Tot vandaag nog nooit gescoord in het betaalde voetbal. Hij opent zijn account met een hattrick. Een andermaal een knappe kopbal. Komt goed naar die bal toe en stuurt hem heel bewust in de verre hoek. Prachtig gedaan door Jesper Uneke. En zo verloor Eindhoven afgelopen vrijdag voor de allereerste keer. Nu dreigt een tweede nederlaag. Nou, dat is nog maar de vraag. Enigszins fortuinlijk. Via Persijn komt Eindhoven terug tot 3-2. Poeiert gewoon hard op de goal. En dan is daar een wat onfortuinlijke aanraking van de bal van Dagasari. En er is nog wel even te spelen natuurlijk. Volgende kans. Steur, ja, die kan deze makkelijk oprapen. Slap rolletje van Prieske. Bij PSV speelde in de opleiding. PSV verloor laatst al door 2 goals in blessuretijd thuis van MVV. Ze hebben dus wel eens een voorsprong uit handen gegeven. En dat doen ze hier weer. Het is 3-3. Knap binnengekopt door Simons. Een naam die vorig jaar voor heel veel glimlachen zorgde bij PSV. Nu zijn ze een beetje boos.
door het treffen van Sven Simons. En Eindhoven ruikt bloed natuurlijk. Daar komt Kupcu. Het zal toch niet? Het zal toch wel? Van 3-1 naar 3-4 in een paar minuten tijd. En dan zijn de taferelen die je heel goed kunt begrijpen. Dalaus trekt die bal slim terug. Kupcu via het natte gras. Geen kruid tegen gewassen voor Steur. Dan nog een mooi moment. Voor de voetbalgeschiedenis het debuut van de Guzman. Jaden de Guzman, zoon van Jonathan de Guzman. Hij komt er 10 minuten voor tijd in. Maar kan niets meer aan de uitslag veranderen. Jong PSV Eindhoven, een spektakelstuk. Een 4-3 zegen voor FC Eindhoven.